verkoopdag nummer 2, jongens. We hebben gelukkig even bijgeslapen. Achter mij zien jullie de eerste winkel waar we naar binnen gaan. Dat is de vuurwerkhal. Rijswijkse vuurwerkhal om precies te zijn. Hier komen we ook al jaren. Altijd een hele sfeervolle winkel. En zoals de cameraman gisteren ook al zei bij andere winkels, waar we al zijn geweest, wat jullie straks ook gaan zien. Heel veel winkels hebben geen sfeer, hè? Klopt. Heel veel zijn echt zo simpel ingericht. Sommige die pleuren gewoon een tuintafel neer. Ja. Het ziet er echt allemaal niet uit, jongens. Het is echt heel bizar. Ik deel die mening zeker. Afgelopen jaren, of vroeger, zag je echt sfeervolle winkels. En ik vind persoonlijk sfeer heel erg belangrijk. Want weet je, als jij bij een winkel komt dat je denkt, wow, mooie winkel. Ja. Dan voel je ook veel meer op je gemak dan dat je denkt, wat is dit voor afgeranste schuur? In deze video gaan we ook onze grote bestelling ophalen. Die hebben we gedaan bij Vuurwerkbunker. Gaan we later in deze video op terugkomen. Alleen, we gaan het wel gewoon normaal doen zoals volgens de regels. We kunnen dat niet nu al ophalen, omdat het in totaal veel kilo's is. Dus we hebben in totaal 10 mensen geregeld die oud en nieuw met ons gaan vieren. Meer zelfs. Ja, iedereen, ja, inderdaad. In totaal denk ik 11, 12 of zo. Iedereen een eigen auto. En dat gaan we zo meteen allemaal zien in de video. Maar we hebben een gigantische bestelling wat we gaan ophalen. Dus hoe ziek is dat? Gaan jullie dadelijk zien. We gaan nu even naar de vuurwerkhal. Kijken wat ze daar hebben. Ze hebben namelijk wel altijd hier goede deals. Vroeger ook die zilver saluuts, die saluutblokjes, weet je wel? Eerste keer dat ik hier binnenkom trouwens, deze verkoopdagen, man. Gisteren waren we zo kapot, jongens, van Duitsland. Maar ik vind dit altijd wel een sfeervolle winkel om te zien. Ja, dat zeker. Wat dat betreft. Mooi man, transbonder hè? Tuurlijk. Lekker man. Het is heel druk. Lekker druk hier jongens. Tinnenkingetjes. Deze winkel blijft echt in het rijtje zitten om even langs te gaan. Mooie cakejes. De achterwas is een noisie altijd man. Heel man. Kijk dan, mooie blokjes jongens. Kijk dan. Vandaag eigenlijk best wel veel uitverkocht. Kijk, en als wij hier iets zouden halen, dan zou ik echt voor de transbonder gaan, man. Ja, die zijn mooi, hè? Deze is echt dik. Het is lekker druk hier zo. Sfeervolle winkel. Alles op beeld daar zo. Dit soort kaliber blokken hebben we nou ook al meer, maar het zijn ook echt wel mooie blokjes. Zeker, man. Ja, jongens, ze hebben hier ook dumbum, die legaal is. Alleen ik zei net ook tegen de cameraman, hoe raar is het dat als er 3 aan elkaar zitten, dat het dus wel veilig is. En eentje mag dus niet meer. Echt heel raar. Dit mag dus wel. En eentje mag dus niet. Vind ik heel raar, maar goed. Dat was weer de vuurwerkhal. We hadden hier geen bestelling staan. Dus we hebben ook niks af te halen. Maar zoals ik net ook al in de intro zei. Wij doen het echt gewoon gepast met de kilo's. Omdat het dus echt... Er wordt echt op gehandhaafd helaas. We zagen ook al berichten van verschillende mensen dat ze dus naar Duitsland zijn geweest. En dan wordt er gewoon, als je 29 kilo hebt, dat je gewoon de sjaak was. Weet je dan nog, die DM die we kregen van iemand? Waar, hè? 29 kilo had die jongen, alles in beslag. Boete, ja, het is echt te bizar voor woorden. Dus we moeten gewoon echt letten op de kilo's. Jullie ook, maar wij natuurlijk nog meer met een YouTube kanaal. En daarom gaan we ook echt enkel naar één winkel om het vuurwerk af te halen. En dat is natuurlijk vuurwerkbunker.nl. Blijf gewoon vet om te zien dat de verkoopdagen weer gestart zijn. En geloof me jongens, ooit wordt dit allemaal verboden. Geloof me. Yes jongens, volgende winkel. Auto Ypenburg. Ook bij ons in de regio. Jullie zien het bord al. Het is ook niet een heel klein spanboek. Er gaat net iemand weg. Dat is top. We kijken. Worden waarschijnlijk gecheckt. Yes jongens, hier zijn we ook al een paar jaar achter elkaar komen we hier. Auto Ypenburg. Sfeervolle winkel ook, vind ik zelf altijd. Alleen vorig jaar waren we hier niet geweest, toch? Klopt. Nee man, vorig jaar waren we hier niet geweest. Dus dan wordt dit de eerste keer na de lockdowns dat we hier weer een keer komen. Ja. Nou, hier heb je dus voornamelijk vuurwerk totaal, zie ik. En Cafferata. En natuurlijk ook weer van Rubro. Deze compounds, Scorpion Box. Ik zie alleen niet de transbomber. Misschien is die uitverkocht of hebben ze die niet. We hebben al een bestellijst in ons handen gekregen. Om even een bestelling te doen. Kijk, ik zie er allemaal bestaan jongens. We kunnen even bij Auto Ypenburg in de bunker kijken. Losse bunker dit, toch? Dit is de losse bunker, ja. Uitpakruimte. 2000 kilo kruid. 2000 kilo kruid hier.
fonteintjes. Kijk. En hoe was de eerste verkoopdag? Het was heel druk. Beter dan vandaag. Ja? Ja, het was echt druk. Zo. En ook goed geregeld qua tijdsloten wat jullie... Ja, we hebben 5 sloten en we hebben 3 keer een vrachtwagen gehad. Lekker man. We hebben 3 vrachtwagens eruit gedaan. Zo, dus wel echt records gebroken. Ja, we hadden even kijken. Ik moet even kijken hoeveel aantallen er zitten. Kijk nou jongens, wat een compounds hierop worden gezet. Lekker hoor, Rubro, Catan. We waren net even bij Auto Ypenburg. We gaan zo meteen naar de volgende winkel, dat is namelijk Benfried. Voor de mensen die het allemaal weten in onze regio Delft. Benfried komen we eigenlijk ook al jaren. Hebben ze ook een lauwe show, een demo show ieder jaar. Daar gaan we de laatste jaren alleen niet meer naartoe. Vanwege drukte, maar het is wel altijd dik om te zien. Auto Ypenburg ook een leuke zaak. En het blijft toch wel ziek om deze sfeer even op deze manier te proeven. Alleen merk ik wel, en ik weet niet of jij dat ook vindt, maar de verdwijnen elk jaar weer winkels, man. Ja, raar hè? Ja, ik snap niet of dat nou ligt aan... Sinds dit jaar missen we er ook weer 2 minstens. Ja, er zijn gewoon echt 2 of 3 die gewoon dicht zijn. We wilden nog naar een aantal winkels hier in de regio Delft. Zijn er gewoon niet meer. Maar goed, we gaan dus nu naar Benfried. Daar hadden ze eigenlijk voornamelijk Cavarata. Hebben een aantal jaar geleden ook een hele pallet opgehaald, weet je dan nog? Klopt. En straks gaan we dus echt onze echte bestelling halen. Dat zien jullie ook in deze video. Dus dan kunnen jullie een beetje een indruk krijgen over wat we hebben. De rest was nep, zeg maar. Morgen is het oud en nieuw. Als jullie deze video zien. Maar er komt geen collectievideo meer. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren sowieso niet gedaan. Alleen vorig jaar was het kanaal niet live. Maar collectievideo's zijn gewoon te groot risico. Dus we hebben wel bestellingen gedaan. Jullie hebben het allemaal kunnen zien. Alleen het bij elkaar zetten is gewoon, ja, wat dat betreft indirect of direct strafbaar. Omdat je dat dan in 1 huishouden doet. Dus collectievideo's is helaas niet meer van deze tijd. Voor die ene video ga ik echt niet het account en oud en nieuw riskeren. We gaan dus nu richting Benfried. Mensen uit deze regio Delft herkennen deze weg wel. De buitenwatersloot. Yes jongens, laten we maar even naar binnen gaan. Bij Benfried. De kerstbomen staan er nog. Sfeertje hoor. Ja, dat zou ik gaan, zou ik niet gaan. Ik dacht dat het in de hoofd hè, dat ook. Nou, moet je kijken inderdaad. De cameraman zei het inderdaad. Zo'n blokkie, 33 euro. Nou, wat betaal ik? 100 euro voor een fonteintje met een paar kleine 16 shotcakes. Wat betaal ik hiervoor in Duitsland, denk jij? 12 euro niet eens. Ja. 140 euro voor zo'n klein dingetje. Hoeveel? 140. 140 voor deze? Dat lijkt een beetje op de roadie, man, qua formaat. Eerlijk? Hey, deze is even groot als de roadie, hoor. 140 euro. Het valt ons in ieder geval heel erg op dat de prijzen hier heel erg duur zijn. Ligt natuurlijk niet aan Benfried, het ligt eerder aan Cavarata. Maar je ziet hier gewoon cakeys. Echt waar, voor 15 euro, wat gewoon hele kleine cakes zijn. En dan zie je natuurlijk weer dat Duitsland uiteindelijk best wel loont. Althans, best wel loont. Eerlijk, Duitsland loont heel erg, toch? Ja, echt absoluut. Dat is toch niet normaal, maar die formaat, die prijzen. Dat soort cakejes, zeker niet. Ja, man. Dus dat weten jullie ook weer. Het is op dit moment een aantal uren later. We hebben even gegeten. En het is nu tijd om onze bestelling op te gaan halen. Dus daar heb ik super veel zin in. Achter ons rijden een paar mensen ook met auto's. En de rest komt naar Intratuin Pijnakker. En het is sowieso zo dat wij een te grote bestelling hebben om zelf te kunnen ophalen. Want we moeten met meerdere mensen die bestelling ophalen. En dat is ook logisch. Althans, ik ben het niet eens met de regel natuurlijk. Die 25 kilo regel. Maar het is nou eenmaal zo. En ook de winkels kunnen dit jaar dus gecontroleerd worden. We zijn dus op dit moment onderweg richting Intratuin Pijnakker. Oftewel vuurwerkbunker.nl. Daar gaan we onze bestelling halen. En jullie hebben allemaal de bestelvideo al kunnen zien. Zo niet, zou ik die ook even checken. Altijd voor de sfeer is het altijd goed. En dan is het binnen, man. Dit is dus het bestelstuk, jongens. Dan moet je het hier bestellen. Kijk, en deze hebben we weggegeven in de stream. Hey, volgens mij zijn ze dit allemaal, man, die we hebben weggegeven. Ja, letterlijk 40. 70 euro voor deze compound. Of het nee, we hadden... gratis van ons. Nee, 40, 14 hebben we er weggegeven. Blijf ziek, man. Eerlijk. Ja, hier zien we heel veel van onze deze producten. Deze hadden we ook weer, toch? Die gaan we zo meteen afhalen, jongens. Gaan jullie zo meteen zien. Onze bestelling. Bunker Beam hebben we inderdaad ook. Blaster ook. Hebben we op het laatste moment nog genomen. Ja, jongens. De Noisy.
hebben natuurlijk ook dit jaar weer. En de Mega Willows daarboven. Staat ook op de lijst. Maar dat hebben jullie allemaal kunnen zien in de bestelvideo bij Vuurwerkbunker. Nou, jullie gaan zometeen allemaal zien dat we het gaan ophalen. Dus kijk dan, de oude Noisy nog. We zijn hier bij Vuurwerkbunker. Letterlijk Vuurwerkbunker. Mooi toch? Moet je kijken, deze Hyperstorms, hoeveel ze er nog van hebben. Mocht je hem nog willen halen, dan kan dat als het goed is nog vandaag. Maar deze hadden we dus weggegeven in de livestream. Nou, dit is echt een mooie man. Ze zeggen ook dat dit een hardloper is, want die is natuurlijk... Wat kost die ook weer? 60 euro, hè? Oh, mooi. Best zwaar ook nog. Ja, man. Kijk dan, jongens, wat een aantal dozen. Allemaal nog intact. Evolution. Er wordt hard gewerkt hier. Ik ga niet alles filmen natuurlijk, maar moet je kijken. We staan hier dus in de bunkers waar alles continu wordt bijgevuld. Dus krijg je hier 5 keer per dag een levering. En dan wordt alles weer bijgevuld om uitgepakt te worden voor de volgende bunker. Dus jongens, moet je kijken wat we hebben hier. Dit is dus al ons vuurwerk. Giberia. Het begint alleen helaas te regenen, dus het moet echt verplaatst worden. Maar dit is dus al ons vuurwerk, besef. We zitten weer in de auto. Zoals jullie net hebben kunnen zien, hebben we onze bestelling opgehaald met meerdere auto's. We wilden alles buiten stallen, maar helaas begon het keihard te regenen. En ik denk voor de meeste mensen die in onze regio wonen, die hebben wel kunnen zien dat het vanavond keihard ging hagelen en onweren. Dus maar goed dat we dus alles weer gelijk in de auto's hebben verdeeld. Want anders waren al de cakes gewoon zeiknat geworden en was het gewoon weg. Maar goed, we wilden dus voor jullie uitstallen. Jullie hebben wel een beetje kunnen zien dat we al het vuurwerk hebben. Alleen dus niet alles bij elkaar als een muur. Maar dat maakt niet uit, want jullie hebben als het goed is de bestelvideo kunnen zien. In de bestelvideo hebben we verschillende... hebben we alles laten zien wat we hebben besteld en alles staat ook gewoon op de lijst. Het regent keihard, liever nu dan met oud en nieuw. Maar goed, de weersvoorspelling is nog steeds niet goed, jongens. Waarschijnlijk gewoon overdag wat regen, harde wind met oud en nieuw zelf. Maar goed, we kunnen niks anders dan gewoon accepteren dat het zo is. Wow, yo, hey. Wat is dit? Wauw. Hey, stel dit is op. Oh, yo. En wat is dit? Wow. Wauw. Ik hoop dat jullie ook leuke verkoopdagen hebben gehad, jongens. Wanneer deze video online komt, zijn er nog een paar uren dat je kan genieten van de verkoopdagen. En dan is het alweer gewoon voorbij. Maar goed, het mooiste komt er nog aan. En dat is natuurlijk morgen. Oud en nieuw, oudjaarsdag. Ga allemaal veilig om met vuurwerk, jongens. Sloop niets. Wat ik al eerder heb gezegd, je kan soms best wel een stuntje wagen, maar laat producten heel, pleeg geen vandalisme, gooi geen vuurwerk naar dieren, niet naar mensen gooien en ga gewoon veilig met vuurwerk om. Ik wens jullie in ieder geval heel erg fijne oud en nieuw oudjaarsdag, want dit is ook de laatste video van dit jaar. En dan zien jullie ons 1 januari weer terug, jongens, met de compilatie. Dus druk allemaal massaal op het belletje, want dan krijgen jullie gelijk een melding wanneer de compilatie online staat. Hoe ziek is dat? Thanks voor het kijken en ik zie jullie 1 januari weer bij de compilatie. Later.